Het is zo grof dat ik echt gewoon denk van, waar komt al die haat vandaan? Everybody's got a love. Het coronavirus is gaande. Heb je inmiddels gezien wat er allemaal op social media gebeurt? Ja, helaas wel. Ik heb van alles en nog wat voorbij zien komen. Op zich, we moeten niet vergeten dat ook nog een hele grote groep met gezond denkende mensen is. Lekker de Hollandse nuchterheid met beide voeten op de grond. Maar dus ook een deel wat eigenlijk het coronavirus heeft aangegrepen. Zonder dat het nog in Nederland is aangekomen. Om allerlei racistische uitingen te doen over Aziaten. Ik heb een aantal reacties gezien. Eerst had ik het zelf helemaal niet door. Totdat ik zelf dus berichten zie van vrienden. Die ook die opmerkingen naar boven bracht. Van jongs af aan ben ik altijd gediscrimineerd. Ik word heel vaak nageroepen, gespleten ook bijvoorbeeld. Maar dat soort dingen gebeuren eigenlijk iets te vaak nog wel, ja. Ja, wat moet je ermee? Ik zelf kan daar niet zoveel mee. En ik vind ervan, als je het meer aandacht geeft, dan groeit het alleen maar. En ik denk niet dat je dat moet doen. Het heeft geen zin om tegen deze mensen te vechten. Ik kan beter goed mijn eigen leven leiden en gewoon ja, laten gaan. Oké, RTL Nieuws. Vooral ouderen worden ongerust van het virus. RTL Nieuws kopt. Coronapaniek in Nederland valt mee. Maar kan ik nog naar de afhaal Chinees? Oké. Ja. Eigenlijk, als je hier naar kijkt, het is wel toch eigenlijk wel richting racisme, ja. Vind ik. Ja. Ik snap de zorg, want je zult net iemand treffen die dus misschien net uit China teruggekomen is. Die het van iemand te pakken heeft. Je weet het niet. Het zorgt er gewoon voor dat mensen gaan denken van, oh, weet je, waar rook is vuur. Dus als sommige mensen dit denken, een heel slap aftreksel hiervan is van heel grote afstand nemen van iemand die Chinees is. Omdat alles wat Chinees is kennelijk dus met het coronavirus te maken heeft. We hoeven niemand te omhelzen, hè. Ik bedoel, als we elkaar zien en we hebben zoiets van, nou ja, ik hoef je niet te knuffelen verder. Maar laten we een beetje normaal blijven doen tegen elkaar, want we zitten gewoon in hetzelfde schuitje. And he couldn't hardly type.